Zo, Brian in de tuin, bezig te werken aan zijn voeding voor zijn groenten. Hier heb ik bakoeverschillen en die top van die bakoeven, dus wanneer de bakoeven in bloei staat, daar op het einde blijft er een kleine paarse knol zo hangen en die heb ik in stukjes gesneden. En dit allemaal hierin gezet. En ik ga dit, wat ik hier heb, mijn compostwater, hierin schenken. Kijk je zelf hoe donker het is. Dit een beetje ervan nemen, hierin schenken en later op de dag verlengen met water en aan mijn plantjes geven. Maar vandaag ga ik het een beetje hebben over mijn tomaten die nu in bloei staan. Dat is hier. Kijk, die volop tomaten. Alvast heb ik hier twee soorten. Namelijk die langwerpige tomaat. Moet komen knippen. En de vliestomaat. Kijk hier. Geef een aantal kleine tomaten. Kijk hier. Even zo doen als je hem wil bevruchten. Even. Dat is hier. Heb ik hier. Dit ding moet ik wel even knippen. Bladeren die niet goed zijn, dan haal ik die weg alvast en spuit ik hem later, ziet u. Want als je dat niet doet, krijg je dit achter de bladeren. Dit. Dus voordat ik begin te behandelen, knip ik altijd de bladeren die helemaal niet zo mooi eruit zien, die haal ik weg. En de rest wordt gespoten. Ziet u, nu is het in volle bloei. Dus twee type tomaten heb ik alvast hier. Dat zijn de vliestomaat en die langwerpige tomaten. Dat zijn deze hier. De boom zit vol met tomaten. Dus nu ben ik bezig mijn wortel te verstevigen en proberen meer fosfor te geven voor de vruchten, om meer vruchten te dragen. En delen van de bladeren haal ik weg. En hier heb ik drie soorten tomaten. Je gaat zien de bladeren verschillen. Kijk hier. Die zijn in aantal. Dus komende week ga ik die overplanten. Tomaat en peper zijn hier. In totaal dan krijg ik 5 type tomaten. En ook proberen 5 type pepersoorten te verzamelen. Zit hier? Kijk, de bladeren.
probeer minder stikstof te geven en meer fosfor en kalium. Dus daarom heb ik het mes alleen gemaakt van bakoeverschillen met de top van de bakoeven, toch? Dus wanneer de bakoeven in bloei is en dan geeft het een, op het laatst geeft het een, net als een soort kanon. En die gebruik ik, kijk u. Hier heb je de witte schimmels op de bladeren. En die zorgen ervoor dat de bladeren gaan krullen. Dus daarom knip ik ze weg. Ziet u? Hier. En dat is het. Een beetje gesproken over mijn tomaten, hoe ze in de bloei is en hoe ik hem kan bestuiven. Zo even maar. En voordat je denkt heb je tomaten, net als dit hier. Dit zijn die vleestomaten.